En toen was het moment aangebroken. Ik ga je stap voor stap meenemen naar dit legendarische moment. Er was overal bewaking, maar dan ook overal. Koen Zitoen gaf de legendarische assist. Hij was super scherp. En opeens zag ik dat de koning toch nog een interview deed, maar dat burgemeester Abu Talib hem daar weghaalde. En toen was mijn moment. Ik had maar één kans. Vandaag is Koningsdag en Koen Zitoen neemt jullie mee waar het allemaal is begonnen. Van het opbouwen, afbouwen, tot aan de panna misschien wel bij koning Willem-Alexander. Laat je horen! Meneer. Ja, twee doeltjes afleveren voor ons prachtige FC Straatveld. Die komt daar te liggen op de kruising. Alleen, er staat nog een bord. Kan ik die even zo opzij doen? Wie kan, gaat u dat doen? Wie dan? Moet ik even weer wat vragen. Gaan we dat even doen? Dan gaan we even doen. Heb je dit nou echt gefit, jongen? Wij gaan het fit. Hey. Rij maar gewoon. Kom maar. Ja? Kijk. Hij is een goat. Kom maar, Koen. Rennen, kom ik hem. Rennen. Gooi op. Politie. Openbare weg, hier rijden normaal auto's. Kijk, auto's. Zij zijn hier niet, weet je waarom? Onze vloer! onze vloer! Rijnhaven, metro. Mag ik u wat vragen? Ja, ik weet het niet, wat ga je vragen? Ja, snel. Nou, weet u dat morgen de koning hier naartoe komt? Ik ben ervan op de hoogte. Die komt op ons veldje daar zo. Okay. FC Straat. Ja, ja. Die komt voetballen. Gaan we een panna geven. Oké, ik hou jullie in de gaten. Succes. Goed zo, Rendo. Zo. Ja. Zo toch? Ja, toch. Hoe is het, mijn vraag? Mijn broertje. Maar lach. Heb je wat te doen, Leto? Ik moet even naar de bakkerij, man. Ja. Nederlands elftal hier zo, zaalvoetbal. Het is nou eens. Jij kan dit, kom. Goeie kom. Broer, koning komt morgen, je weet toch? Daar zijn we. Nou, klaar. Wat een sterk team, we hebben hier Salahaddin de GOAT. Rendo de Rosario. Hey yo, Summer de Snow, topmodel, topvoetbalster, ambassadeur van alle meiden. Koen Zitoen, hij represent alle keepers. Hey, duister. Doe alsof er niks aan is. Hoe zeg je goat op zijn Duits dan? Even reclame voor Bali op Duitse televisie. Oh. Ja, want dat zei ik, ja. Ja, dat werkt denk ik goed. Dat is goed, hè? Ja. Dat is goed Duits product, toch? Get Bali. Haha, mooi ze. Hé, luister dan, koning is morgen, maar vandaag is Abu Talib hier. Hé, het is repetitie. Ja, en een repetitie betekent dus dat dit niet voor het Echi is. Het Echi is pas morgen. Dit is ook niet koning Willem-Alexander, dit is Vincent Karremans. Hij is wethouder en hij speelt tijdens deze repetitie de koning. Want de koning kon natuurlijk niet deze dag aanwezig zijn. Salahaddin zijn penalty wordt ook getest, maar voordat dat gebeurt gaat de koning, die nu de koning speelt, dus wethouder, even zijn skills laten zien. Hij gaat hoog houden. Sterker nog, als hij dit gaat doen, dan hebben we legendarische beelden. Oei, ik ben benieuwd naar de skills van koning Willem-Alexander. Salahaddin de GOAT is ready. De repetitie ging niet helemaal goed. Jawel, ik vond dat ik te lang aan het praten was. Die goal was goed. Maar is toch niet waar? Ik reed 6 minuten. Ik was pas 2 minuten aan het praten. Maar jij praat wel normaal veel, maar dit was redelijk kort. Morgen moet dus beter gaan. Ja, maar als Willem deze hooghoudsessie gaat doen dan? Ja, dan is het klaar. Luister, even duidelijkheid. Die man die dus net ging, was niet de koning. Dat was een stand-in. Dit was een repetitie. We hebben dadelijk een klein probleem. Het is inmiddels Koningsdag. Het is 8 uur. We moeten de doeltjes. Moeten we weer op die plek krijgen. Maar ik heb dus nog steeds geen idee hoe ik daar ga komen. Ik zie daar een paar agenten. Gaan we naar die agenten toe. En gaan we gewoon weer heel lief kijken en kijken of het lukt. En anders moeten we heel ver lopen en heel veel showen. Almelo in the building, yeah! Gas! Ja, oh, politie. Ja, politie, we komen! Ik ben met mijn puppyogen. Ben ik naar die agentjes gegaan. Ja. Hoe zijn je puppyoogjes? Dus, ik ga naar die agentjes en ik zeg, ja, dit is er aan de hand, weet je. Ik zeg, we moeten die koortjes anders gaan sjouwen en die zijn zwaar. Ik zeg, dus wat gaan we doen? Hij zegt, ga even overleggen op de andere lijn. En nu gaat hij overleggen op die andere lijn. Maar heb je het gefixt? Hey, dat weet ik dus niet. Hij is aan het overleggen op de andere lijn. Hier komt Randy Kutsi! Ja, weet je. Ja. Oké, doe maar midden op de weg even show. Oké, maar Koen, luister, ik heb wat laten zien, hè? Ja, denk je dat ze ons nog door gaan laten doen, na deze optreden? Ja, ik denk juist, man. Nu hebben we echt wel even laten zien dat we erbij horen, zeg maar. Ja. Nou, we zijn aangekomen bij de volgende challenge. Voetvolley. Hij mag één keer sluiten. Ja.
hamstring. We hebben kramp. Overtreding. We kunnen gaan. Oh, bedankt. En dan kom ik zo achteruit en dan vooruit weer terug. Ik vind het helemaal prima, jongen. Ah. Ja, nou dan gaan we. Buurman en buurman. Het is een idee. Ja. Nou. Sjouwen. Wow. 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 Ja. De poorten gaan open. De poorten gaan open. Hey, dochtertjes van me. Volgen. Oké. Okay. Rechtdoor. Ja, nu rechtdoor? Ja. Ja, daar zijn we weer. Wie het eerste high five krijgt vandaag. Oké. Okay, ja. Aanraken is niet genoeg. Nee, high five. Dus challenge nummer 3 is dit al. Oh, 3. Hallo, we gaan een sprint battle doen. U mag tellen. Doet u de start. Doet u de start. Ja. Wacht, 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 je lint. Wacht, wacht. Ik heb dit! Goed, jij hebt hem niet! Ja! 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 Nee! Wat? Deze ding! Nee! Oh! Wat was de challenge? Ik ben op verkeerde voet gezet. Nee! Wie het eerste high five kreeg vandaag? Wie als eerst een high five van de meneer agent kreeg? En die heb ik gehad. Je hebt verloren. Nee. Ik heb gewonnen! Staande ovatie! Woehoe! Willy! Hij doet geen video. Wat hebben we hier gedaan? Oh! Oh wow. Superscherp, opgemerkt door Kubicam. Want hier hebben we de legendarische Tiki Taka Tuzani opnames gemaakt met Noah Lang en Joshua Zirkzee. We gaan terug, want de boys zijn bijna te laat. Kom, we hebben haast. Ja, natuurlijk heb je haast. Wie wil nou te laat komen op Koningsdag, hè, Rendel? Nee. Hoe ben ik te laat? Wij zijn te laat. Jij moest helpen met de goals. Maar? Jij was niet goed met de goals. Jij hebt me niet gevraagd om te helpen, vriend. Was... Huh? Jij bent echt raar, man. Bro. Dus gisteren doen wij samen met die goals. En nu ineens hoef je die goals niet toe. We zijn te laat. Nee, pak haar, Reddy. We zijn te laat. Opeens moet ik gaan rennen, broer. Ik was op tijd. Jij toch rendel? Oh nee, wat? Koepie Kevin, rustig. Hé, rustig doen, hè. Wat zeg jij tegen mij, vriend? Ergens is hij zo simpel, maar zo goed. Riddinger! Kunnen we één kleine piece gooien? Gooi je alles voor je, jongen. Soef, jij mist dit allemaal, hè? Let op. Je ziet het, we zijn nu met z'n drieën. Ja. Meneer Tuzani, missen we nog. We missen Saladin en we missen Summer. Vind je het gek dat je ons mist, Koen ziet doen? Wij waren wel op tijd. Ja. Hé, Soef, heb je weer interview? Salle! Is het een hoogtepunt voor je van dit jaar? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is een hoogtepunt, ja. Goed. Ja, we zijn nu een beetje aan het repeteren. Dus Soef gaat zijn verhaal doen en wij moeten op de achtergrond bezig zijn. En ik moet Salah bezig houden. Hé, hey, we zijn ready voor de koning. Laat me even een snelle box geven. Je weet hoe wat we doen. Wat ga je doen? Of een kleine enkel breken voor hem. No, what? Wat is die toch? Heel die momentum, die energy, was goed. Ik kan er niks aan doen. Afgelopen nacht was ik aan het dromen. Okay. En ik droomde dat ik de koning een panna zou geven. Maar toen ik wakker werd, dacht ik van, is dat niet een beetje disrespect of moet zoiets gewoon kunnen? Ik begin bij onze vrouwelijke, koninklijke Summer. Ik zeg doen. Jij bent voor Feyenoord, omdat hij voor Ajax is. Daarom wil je dat ik dat doe. Luister, doen. Oké, dat is stem 1. Tuurlijk man! Wat ga je nog nadenken? Doen! Ik luister, je hebt heel de wereld panna gegeven. Je laatste missie is de koning! Ik heb hier weinig woorden aan toe te voegen, man. Ik sluit aan bij Rendel, Summer en Koen. Soef, dit moet je doen. Ik vind het spannend, man. Ik vind ergens voelt het, zeg maar... Het moet wel kunnen, het is gewoon een balletje door de benen spelen, maar... Toch denk je van, toch, het is wel zijn mooie dag vandaag. En wat als hij mislukt? Dan krijgt Soef bakka. Ja. Als het mij niet lukt of als het mislukt? Als het jou niet lukt. Dan krijg ik bakka van jullie. Ja. Maar allemaal, hè? Dat is gewoon 1, 2, 3, 4, 5. Lekker je dat? Je hebt opschrift vanaf je voorhoofd. Ik mag niet lachen. Hé, ik ben die kapper toch? De kapper gaat zo staan. Hij wil staan. Hij zegt nee. Hij zegt kom van hier. En weet je wat moois is? We hebben zelf de kapper. Kom maar, let's go. Die man is super boos. Schiet die bal. Hij schiet een kruising. Let's go. Net lekker gebieden. Ja, de papa van Salahuddin. Eindelijk zie ik u in het echt. Ja, ik ga hem kussen op zijn voorhoofd geven. Ja, doe maar. Hey, wie is dit? We gaan dat. Papa, laat. Papa, wacht niet. Oké, de koning kan op elk moment komen. En toen was het moment daar. Welkom. Dankjewel. In mijn geliefde Rotterdam, welkom. Ja,
Welkom, burgemeester. Mag ik u dan uitnodigen om de nieuwe rolmodellen aan u voor te stellen die het stokje weer over gaan nemen en samen met u de aftrap verzorgen. En zo maakte de koning zijn debuut bij FC Straat. Salah Adin. Goedendag. Hij represent iedereen, in het bijzonder iedereen met Down-syndroom. Hij heeft bijna 200.000 volgers. Ach, fantastisch. Salah Adin. Zo mooi dat je dat doet, hè? Jullie gaan zo de aftrap samen doen. Gaan wij samen de aftrap doen? Ja. Heel goed. Komt u maar. We hebben natuurlijk ook keepers nodig. Goeiedag. Ze zeggen dat keepers gek zijn. Hij onderstreept dat. Uitzonderingen bevestigen de regel. 100%. Rendel. Hij zit in het team van Ronaldinho en hij is de uitvinder van de enkelbreker. Laat eens zien. Oké. Kom eens even erbij. Randy Koetsier, overgevlogen van Almelo. Laat even wat zien aan de majesteit. Oké. Hoi, hey. Summer the Snow. Ze is topmodel en ze represent alle meiden die voetballen in Nederland. Meer dan 400.000 volgers. 3, 2, 1, go! Ja, slag in, pas. Ja, en terug. Oh, terug. Ja, Summer. Ja, terug. Slag in. Penalty. Penalty voor Salah Adin. 3, 2, 1. En toen was het moment aangebroken. Ik ga je stap voor stap meenemen naar dit legendarische moment. Er was overal bewaking, maar dan ook overal. Terwijl Salah Adin zijn celebration met mij vierde, zag ik dat de koning klaar was met een interview. Koen Zitoen gaf de legendarische assist. Hij was super scherp en terwijl ik Koen om die balie vroeg, checkte ik nog één keer naar Kubicam of de camera's wel aanstonden. En opeens zag ik dat de koning toch nog een interview deed, maar dat burgemeester Abu Talib hem daar weghaalde. En toen was mijn moment. Ik had maar één kans. Ik koos positie, keek nog een keer naar de camera. Check, double check. De koning groette mij eerst en had niet door wat mijn missie was. Het enige wat hij zei was... Mijn nek breken. Ik ga mijn nek niet breken. Ik hield zijn hand stevig vast en antwoordde... Wel een panna. Nee, wel een panna. En toen gebeurde het. We zetten de tijd even stil. On my way to goatness. Zo voelde dat. En toen... Koekoek. Check ook de reactie van Rendo, Randy en Summer in het bijzonder. Maar ook de reactie van zijn broer Prins Constantijn. Vanaf het moment van de panna ging die letterlijk viraal. Ik werd door iedereen gebeld, maar ook door elk tv-station. Ze wilden stap voor stap weten hoe dit nou ontstaan was. Kijk, daar komt hij, de panna. Ik dacht van ja, weet je, als je toch je debuut maakt met FC Straat. Maar je hebt hier wel over getwijfeld of je het moest doen? Nee, tuurlijk. Ergens voelde het toch wel een beetje te stout of zo. Dus ik had van tevoren mijn team om me heen gevraagd. En eigenlijk iedereen zei van nee, gewoon doen. Hij maakt zijn debuut bij FC Straat. Dan moet je ook weggaan met een panna. Stel dat hij gestruikeld was. Nee, daar was ik niet bang voor. Die zelfvertrouwen heb ik wel. Maar ja, het is toch wel een panna. Bij voetbal is toch een kleine vernedering. Maar ik denk, ja, kom op, hij loopt langs. Zo erg is het ook weer niet. Hij loopt echt weg, echt met een hele big smile. Ja, dat is klopt. Nee. Maar de koning vindt dit echt geweldig. Ook als het de eerste koning ooit is die een panna krijgt. Dat is nog nooit bij een koning gebeurd. Zo, even weer terug. Salah Adin die nog even de koningin hartelijk wil begroeten en nog een penalty gaat nemen. En dan krijgt hij advies van niemand minder dan Prins Constantijn himself. Links laten. Je ziet dat hij zwak is. Links laten. Let's go. Salah Adin de Goat scoort altijd. Wat dacht je van Prins Floris? Die schiet nu gewoon binnen terwijl prinses Laurentien op goal staat. En Prins Constantijn wil ook schieten. Die zegt, ga er alsjeblieft uit, want ik ga keihard schieten. Ik denk dat je even weg moet. The one and only, achter de bal. Hey, heb een fijne dag, hè. Ik heb interview met Omroep Max. Het doel was natuurlijk een mooie tijd om FC Straat te introduceren bij de Koninklijke Hoogheden. Dat is gelukt. Maar ja, met kerst op de taart kan je toch wel zeggen dat er even een panna tussendoor kwam. Geweldig. Dan moet ik voor mijn zoon nog vragen of ik een selfie met je mag maken. Geen probleem. Gaan we samen doen. Ja, maar wat leuk. Wat. Zo. Hoi. Goedemorgen. Ja, heb je het gezien? Wat deed de koning? Maar je hebt niet gezien op het einde wat ik heb gedaan. Wat heb ik gedaan? Ik heb hem een panna gegeven. Ja, ik heb hem een panna gegeven. Kubicam, stond hij erop? Ja. Ik hoor net dat die panna
bij de koning gewoon erop staat. Dus ik krijg geen bakka. Ik mag jullie bakka geven. Hé, nee! Ik mag gewoon. Kom op. Het is wel gelukt. Het is wel gelukt. Sorry. Ja, je gaat nu in herhaling zien waarom de prins eigenlijk aan ons vraagt of alles wel goed gaat. We zaten gewoon letterlijk door zijn interview heen te schreeuwen. Dat zie ik nu pas achteraf in de edit. Ik heb koning panna gegeven. Toch? Dan mag ik hun bakken geven. Ik zag hem! Ben ik als eerste? Ah. Oh, wat is dit, man? We gaan naar huis. Ho. Oké, bam. Kom eens. Wat moet ik ook? Koen is no hairline. Dit is no look. Bakka. Bam. Ik hoop dat je hebt genoten. Abonneer, anders ben je geen echte. Ho. Ga ik haar? Nee, dat kan niet. En toen moesten we heel snel weg, want Salahaddin zou officieel voor het eerst zijn debuut maken, live op televisie bij een talkshow. En zo naar alle fans die er waren, maar sorry, we moesten er snel vandoor. Love. Salahaddin, je hebt 200.000 volgers, klopt dat, Salahaddin? Ja. Ja. Bang! Hi, boy. Kijk. Hi, boy. Legendaries. Ja, ja. Kijk die eraan. En nog even een herhaling. Ja, kijk, een slow-mo erbij. Alles om en eraan. Ja, Rinko. Hij is sinds kort echt veel meer aan het voetballen. Je ziet ook echt gelijk dat hij in Rotterdam-West vaak op een kruifkoord, dat zijn schot echt enorm vooruit is gegaan. Salahaddin, wat vond je er zelf van? Ja, maar leuk. Ja? Wat was het allerleukste? Want er waren veel leuke dingen natuurlijk. Maar wat was het allerleukste? Ik heb eigenlijk gehad voor Parity. Dat is een rendoor. En de rendoor met de longen. En ik heb eigenlijk van... Doe ze aan je bedanken. Ik hou van zoveel van jou. Ik hou nog meer van jou. Ja, wat een legendarische dag. Alles klopte gewoon. De koning heeft officieel zijn debuut gemaakt bij FC Straat. Hij kreeg een panna en misschien nog mooier. Jaarlijks moeten we toch nu gewoon de nationale pannadag gaan organiseren. Hou het in de gaten, want dit is legendarisch.